Kelvin. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. We in de avond together. Dit is een top verhaal. Oké. Het is weer zover, Kelvin. Het is tijd voor een nieuwe video. Niet zomaar een video, maar een video waarin we... Het is iets anders dan normaal. Ik ben net terug van een van de grappigste, meest rare ervaringen ooit uit mijn leven. I don't understand. Ik heb het niet alleen gedaan, ik heb dat gedaan met Quinten. Yo, Quinten, what's good, man? I'm back. What's good, man? Y'all remember me? Quinten is die guy uit die video waarin we die auto's gingen testen en ik uiteindelijk de Smart gekocht. I don't care about the Maserati, man. I got the Smart, man. I'm still buttered, man. Doet nog steeds pijn, joh. Yeah. We filmen dit, terwijl eigenlijk hetgeen wat we straks gaan laten zien al gebeurd is. Maar we dachten, misschien is het wel handig als we nog even gaan zitten en even gaan praten over wat we hebben gedaan. En een soort van disclaimer geven. Namelijk, wij hebben bepaalde dingen gedaan die je misschien niet per se heel erg thuis zou moeten doen. Maar het was leuk! Oh, ik ben zo blij met wat we hebben gedaan. Het was fucking grappig. Alleen, don't try this at home, kid. It's dangerous. Ik moet mijn video's gewoon altijd een beetje met een korreltje zout nemen, want we doen gek, want we zijn er normaal genoeg. En daarom wil ik niet al te veel jullie aansporen om zulke soort gedachten te vertonen. Maar we hebben bepaalde dingen niet helemaal heel gelaten. En dat was wel met professionele begeleiding. Dat moet ik er even bij zeggen. Ook al lijkt het niet zo. Ja. En wij leven nog. Hopen dat jullie dat ook doen. We're still alive, man. Gek doen heeft de grens. Don't die. Don't die, man. Dat is het. Let's jump right into the video. Go, man. Enjoy the video. Abonneer op mijn kanaal. Nou, geef vast een duimpje omhoog en enjoy it, man. Hey, what's good? Hey, What's good, Kelvin? Het is een nieuwe dag. We doen het gek, want we zijn er normaal genoeg. Ik ben hier ergens in Amsterdam. In ieder geval, jullie weten misschien wel dat ik een tijdje geleden een video heb gemaakt. Ik heb een video gemaakt een paar weken geleden waarin ik met Quinten een nieuwe auto ging uitzoeken. Uiteindelijk kwam ik erachter van, ja, weet je, ik ben niet die guy. Oké, ik ben niet die guy die dure dingen aan het kopen is, die wil flexen met al zijn money, weet je. Ik draag gewoon die car swatch. Hey, what's good, man? Maar in plaats daarvan heb ik daadwerkelijk de Smart gekocht. Die heb ik gewoon gekocht toen, want ik dacht, fucking vet, weet je, die Smart. Ik wil gewoon een kleine compacte auto, gewoon easy goings. In Amsterdam kun je hem gewoon goed parkeren en shit. En het leek mij leuk om die Smart eens te gaan pimpen. Ik kan niet rondrijden in een zwarte, normale Smart. Ik moet dat gewoon wel even next level doen. Dus ik wou iets geks doen en shit. En vandaag ben ik in de buurt van de garage om te kijken wat er mogelijk is om mijn Smart gewoon compleet te rappen en te pimpen. En weet ik veel wat de fuck nog allemaal mogelijk is. En to be honest, I'm pretty excited, man. What's good? Maar Quinten was natuurlijk onderdeel van het avontuur. Ik moet Quinten er gewoon weer bij hebben. Yo, ik weet dat ik een nul zou zijn, maar ik ben onderweg. Ik zit in een auto. Geef me 2 minuutjes, oké? Ik heb mijn Smartje alvast hier neergezet. Ik heb hem alvast bij de garage staan. Look at it go, man. Look at the Smart. I love you. De Smart is gewoon mijn homeboy. Ik hou ervan. Quinten komt straks deze kant op. Hij gaat me even helpen kijken, nadenken wat ik kan doen met mijn Smartie. Yo, Quint! Yo, what the fuck? Hey, what the fuck doe je? Wat doe je? Jij zei dat ik snel moest komen. Wat heb je gedaan, man? Kijk hier, jouw auto is gewoon kapotter dan die van mij, hè? Was het waard, man? What did you do it? Nou kun je die Maserati kopen, man. I'm gonna kill you. Sorry, man, ik kan mijn glimlach niet verbergen. Dit is voor de people. Nee, dat was niet gedaan voor de people. Kelvin wou een dikke waggy en jij kocht een Smart. Je hebt net mijn auto gemold gewoon. Ik ben er vol opgereden. I'm a man of the people, man. Jij wou je Smart gaan pimpen om er dan een mooie Smart van te maken. Koop gewoon een mooie auto in eerste instantie of zo, joh. Ik weet ook gewoon dat de hele Kelvin het met je eens is. Ik weet gewoon dat iedereen kijkt en denkt, ja, nee, Quinten heeft zich wel gelijk. Hij is wel slim, jongen. Eigenlijk is Quinten gewoon fucking mogol, want dan rijdt mijn auto kapot. Maar we kunnen hier nog wel wat leuks van maken dan, toch? In plaats van dat we je auto gaan pimpen. Hoe bedoel je? Ja, we kunnen een paar keer er tegenaan rijden. Mijn auto is nu toch al naar de tering. Jouw auto is naar de tering. Jij wil gewoon nog een keer tegen mijn auto aanrijden. Ja, ik wil dat het ding doodgaat, man. Waarom wil je dat die doodgaat? Ik ben fucking Smart. Je bent zelf een Smart. Wat doet dit voor you guys? Dit is voor de people. Hoe voelde het om er tegenaan te rijden? Satisfying as fuck. Ja, was het chill? Super satisfying. Pak deze camera. Oh shit. En dit voelt wel raar, man. Had jij echt zoveel liefde voor die Smart? Ja, ik heb meer liefde voor die car Smart. Maak een einde aan deze. Bro! Jezus! Dat kan harder, man. Nee, dit voelt zo fucking gaar om te doen. Hey, what's good? Quint is even zijn auto aan het wegzetten. Ik heb even nagedacht wat de fuck er hier eigenlijk allemaal gebeurt. Ik moet wel toegeven, deze hele Smart. Ik heb de afgelopen weken best wel van genoten. Hij had best wel wat kuurtjes ook. Als ik bijvoorbeeld naar Groningen reed en ik ging plankgas, dan ging hij helemaal trillen en shit. Dus ik ben er misschien ook wel tot het besef gekomen dat het niet de allerbeste auto ooit is. Quint is overgegaan op actie. Quint heeft blijkbaar dingen meegenomen. Jij dacht het ging per ongeluk, hè? Waarom hebben we dit meegenomen? Wat is dat? I got the tools, man. Pompoen, man. Waarom heb je 3 pompoenen? Ik dacht, als ik je auto nu mag slopen, dan slopen we gewoon die pompoenen, toch? Waarom wil je zo graag mijn auto slopen? Why are you doing this? Hey, I'm a man with a passion. And you got this thing into my life. You brought this disgusting karma.
Het plan is dus dit. Jullie kijken officieel naar de video waarin ik toe heb gegeven dat mijn auto misschien niet de allerbeste aankoop ooit was. Maar laten we er gewoon even wat leuks van maken, snap je? We leven maar één keer op deze planeet en we moeten gewoon gek doen, want we zijn al normaal genoeg. Dus wat gaan we vandaag doen? Ik ga maar gewoon hardop zeggen, laten we deze auto even kapot slopen. Oké, we hebben natuurlijk verschillende soorten gereedschap mee. Dus je hebt een knuppel en een soort van sledgehammer. En we hebben pompoenen en je hebt ook een spuitbus volgens mij. Laten we er een spelletje van maken. Laten we de Kelfam eventjes laten meebeslissen van wie wat mag doen. Ik ga straks gewoon een foto van jou posten op Instagram story. Met een poll erbij van welke twee gereedschappen je moet gebruiken. Welke van de twee. En dan gaan we gewoon de Kelfam even laten beslissen. Vind je dat een goed idee? Ja, man. Dit is voor de Kelfam. Hey, we all always doing this for the Kelfam, man. Kijk, aan de ene kant heb je biologische pompoenen. Aan de andere kant heb je spraypaint. Maar daarmee gaan we hem niet kapot maken. Daarmee mag je er gewoon op sprayen, toch? Choose on your phones now. Dames en heren, we hebben een boomerang gemaakt. We gonna break this car, man. Can't wait, man. What you do, man? Het is tijd. Okay, het is tijd om te kijken wat mensen gestemd hebben op de poll. De actuele tussenstand na 5 minuten is 69% tegenover 31%. Quinten, ik heb een verrassing voor je. Nou? Je mag niet één pompoen, maar gewoon 3 pompoenetjes gebruiken. Oh! Waar ga je hem tegenaan gooien? Dit is een goede target. Quinten, are you ready? I trained for this my whole life, man. Oké. Okay. Yeah! Ja, de auto heeft gewonnen. Ik zei het al, wat smart is. It's gonna murder you, man. Heb je? One crazy motherfucker. I like you. Hé, maar je hebt nog 2 pompoenen. Je kan nog. Hey. Oh. Sorry als dat je auto is. Hoe maak ik deze auto kapot? Ja! Nee! Dit is! I told you! De pompoen is nog heen! Maar baby. Je hebt gewoon wakker geslopen met een pompoen. Het voelt zo goed, man. Hé, maar kijk ook dit. Zelfs hier is hij kapot. Hier, de voorruit. Als je nou nog een keer op de voorruit gooit. Die grote pompoen. Join the Kelfam, it's good! What's good? Tijd voor ronde 2. Waar is de passie? Ik ben al klaar met deze pumpkins, man. Ik wil eerst nog even mijn auto maken tot een soort van art object. Hé, hey, laat de Kelfam gewoon stemmen wat we op de auto moeten spuiten dan. Ik was een goed idee, echt. Hey, what's good? Oké, het is tijd voor ronde 2. Ik ga met deze spuitbus iets met de auto doen. Jullie moeten mij DM'en welke woorden ik op de auto moet zetten. DM'en gewoon random ass woorden, ik zet het erop. Hey, what's good? Quinn, ik geef je mijn Instagram. Het allereerste woord wat je ziet, wat je leest, ga ik erop zetten. Wat is het allereerste woord? Paprika man was hier. Paprika man was hier. Alsof het niks is, jongen. Uit een losse pols doet hij gewoon. Tweede woord. Love Nina. Drie keer raden wie dat heeft gestuurd. Nina? Ja. Yep. I gotta do it. You gotta do it. Love. Dat je ook gewoon je liefdesverklaring voor Nina op het breekbaarste deel van de auto zei. Oh ja, kut. Nina, als je dit ziet, het was niet de bedoeling. Helaas gaat het raam straks kapot, maar dat is niet een soort van metafoor voor onze liefde. Maar het is wel grappig, dus hey, fuck it. Thomas, laagstreepje V, laagstreepje W02. Ik ga gieter op je auto zijn. Ja, ik kan echt niet schrijven, man. Pap, pap. Ik wil je laatste woord. Varken. Kan ik dit wel schrijven? Hé, hey. Oh, dat is best. Oh, Quinn. Wow. Ik ga dit tatoeëren, man. Varken. Het gaat niet passen. Varken. Varken. Lekker. Oké, we hebben eigenlijk gewoon de auto gepimpt. Start the montage, man. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Dus Kelfam, ik doe dit allemaal voor jullie. Ik heb voor jullie gezorgd dat we eindelijk van de smart af zijn en Kelfam nu een dikke waggy kan kopen. Steun jullie dit initiatief, steun mij dan ook. Volg mij op mijn YouTube kanaal Quinten Pol. En ik hoop jullie daar te zien. Ik kom je even weer helpen. Oké, tot zover deze gepimpte auto. Hij is eigenlijk iets te mooi. Dus ik ga gewoon even weer een story plaatsen waarin mensen moeten kiezen tussen of de sledgehammer of de knuppel. Bam! Ik hoop stiekem dat ze bij jou de knuppel kiezen, zodat ik met die sledgehammer aan de slag kan. Ja, oké. Dikke, 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 dikke. Ik zal even de actuele tussenstand erbij pakken, namelijk moet Quint een hamer of een knuppel gebruiken. En wat hoop je zelf? Ik hoop natuurlijk op die sledgehammer, man. Daar zit gewicht in, daar zit kracht achter, daar kan ik slopen. Goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Oké. Okay. Het slechte nieuws is dat het regent. Goed. Goeie nieuws is dat je de hamer mag gebruiken. Oh, hey, laat me eerst de knuppel. There you go, sir. Here you have your knuppel. Welcome to the world champion of destroying your car with a fucking baseball bat. It's good. It's always good. Kijk, ik zeg altijd zo, ik kan zeggen wat je wil, maar uiteindelijk nooit twijfelen. Je moet er gewoon volledig voor gaan. Op het moment dat je twijfelt, dan gaan dingen fout. So we gotta do this. Hij is gewoon door midden, jongen. Nee! Ja, smart, man. No! Smart is too powerful. De smart is gewoon te krachtig. Weet je wat grappig is? Deze knuppel is van Peter. Je hebt Peters body gezien. Oh, shit. He gon' fuck up my ass. Shit, man. Hey, don't come back. Quinten. My turn. Probeer die spiegel er gewoon af te slaan. Hij is too powerful, man. Deze waggie is too
powerful! Lekker, Quinn. Lekker. Lekker. Ja, man. Hier is een cadeautje voor jou. Thanks, man. Holy shit. Oh, man. Oké, de auto ziet er zo van binnen uit. Overal liggen met je glasscherven. Quinn, what is your next move? Hey. Holy shit, man. Dit is wat je krijgt als je geen fucking Maserati koopt, man. Dit glas is sterk, man. Ja, dit is fucking... ik zeg je al de hele tijd. Deze smart was goed, man. Het was een goede smart. Dit is een patakketje. Ik denk niet dat het gaat lukken. Nee, dit is denk ik het beste wat we gaan krijgen. Wat chill dat je veiligheidsbril had gekocht. The hammer is ready for you, sir. Maar deze ruiten verhitten, denk ik. Oh shit. Oh shit. Let's go, man. Let's get it. Een pompoen kreeg gewoon dat raamstuk. Hè? Deze sledgehammer, man. Kijk dan, het raam is er nu gewoon uit. Oh shit, Oké, we gaan. Nee, man. Dit moet kunnen. Voelt het goed? Wow, dit voelde vet, man. Ja? Ja, yes. Lekker. Look at this, man. Look at this. Oké, vond je weer een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Join the Kelvin. It's good, man. Ik zie je gewoon de volgende keer weer. Hey, doe eens gek. Je bent al normaal genoeg.